Eerst vraagt de politie uw hulp bij een fraudezaak. De politie is op zoek naar een oplichter. De man zou ongeveer 200.000 euro hebben verduisterd tijdens zijn verblijf in ons land. Hij gebruikte daarvoor het systeem van BTW-fraude. Deze man, naar eigen zeggen afkomstig uit Engeland, neemt twee Belgische vennootschappen over met de bedoeling om handel te drijven. De man wil, zo zegt hij, halve edelstenen invoeren uit de Kirgizische Republiek. In naam van BVBA Transkoda uit Kontich, één van de vennootschappen, dient hij een valse BTW-aangifte in bij de dienstbelastingen. Op die manier krijgt hij ten onrechte een BTW-tegoed van bijna 700.000 euro op zijn bankrekening. Ik denk niet dat hij echt geïnteresseerd was in handel drijven in halve edelstenen. De man gaf een keurige indruk. Hij was Engelstalig. Hij kon een paspoort voorleggen dat vrij echt leek, maar bij nader inzien vervalst was. De cel voor financiële informatieverwerking ruikt onraad. Op het moment dat de oplichter een grote som geld wil versluizen naar een bankrekening in Luxemburg, wordt er ingegrepen. Op die manier wordt 2/3 van het totale bedrag net op tijd geblokkeerd en in beslag genomen. De man is dan kort daarna verdwenen met de resterende 200.000 euro. En sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Meent u de man op de foto te herkennen, dan kan u het onderzoek zeker vooruit helpen. De man sprak keurig Engels, is rond de 40 en ziet er verzorgd uit. Bij de overname van de twee Belgische vennootschappen werd verschillende keren een kopie gemaakt van het paspoort dat hij gebruikte, zodat we toch een duidelijke foto hebben van de man. Kent u zijn echte naam of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de speurders. Is deze man nog actief in ons land? Aarzel dan niet om de politie te verwittigen op het gratis nummer 0800 91 119. En alle tips zijn ook welkom op het e-mailadres opsporingen@politie.be.